Welkom bij de allereerste uitzending van Queer Vibes Radio. Live vanuit Lavender mag ik jullie hosten. Mijn naam is Klein en ik doe dit niet alleen, want ik mag dit met de geweldige Miss Fuchsia doen. Ja, geweldig. Ik heb er zin in. Ik Klein, heb er ook leuk. Zin in. De allereerste keer. De allereerste keer. We gaan er een feestje van maken. We hebben een programma vol met gasten en live muziek. En daar gaan we eigenlijk gelijk naar overschakelen. Maar, nu al, Miss Fuchsia. Ik wil even weten wie jij bent. Wat doe je? Oh. Vertel even. Nou, ik ben Miss Fuchsia. Ik ben drag queen van beroep. Ik ben bekend van de bingo's, de Pimopimp workshops. En je kan mij eigenlijk voor alles boeken. Ja, ik hou van malligheid, van gekkigheid en van gein. En ja. Leuk. Dus dat. En jij? Ik heet Klein. Ik ben host bij Omroep Zwart. En ik mag nu met jou samen dit gaan doen de aankomende 2 uur. En we hebben zoveel leuke gasten. Dus inderdaad, laten we beginnen met muziek. Ja, we gaan aftrappen met het allereerste nummer. En wij hebben hier te gast 45 Acid Babies. Hallo. Hi. Hallo, Sop. Hey. Je bent Sop. En ja. Jij gaat het programma aftrappen met een geweldig nummer. Wat ga je voor ons zingen? Het eerste nummer heet Don't Forget to Smile. Mooi. About these funny rules we play by, it's in our nature to be fake, to step into another's skin to make it personal. Life is not at stake, not in control. No, honey, you're mistaken. It's not the future that we own. Some kind of pressure telling me to give in. Somebody tells me to stay down. Everything is fine as long as my mind is shut and my teeth shine bright. Everything is fine. As far as I know, I'd rather stay by. Struggle, you know you would choke. Keep posting, keep singing to claim you are woke. It's more convenient, stay with the current. You're way too small to turn around. My smile is so nice, my style so fine. So vile, denial. Don't feel everything is fine as long as my mind is shut and my teeth shine bright. Everything is fine. Don't forget to smile. Applausje. Ja, we zijn live in Lavender. En Lavender is gewoon ook open. Dus wil je langskomen, kom gezellig een drankje drinken. Je kan straks prijzen winnen. We komen nog diverse keren terug bij Sop. Zij gaat nog diverse keren voor ons optreden. En ik ga straks ook nog een klein interview met haar doen. En jij gaat straks de nieuwe hit te horen brengen. Geweldig. Ook goed om te vertellen dat Sop vandaag is ingevlogen alleen. Maar normaal is 45 Acid Babies met een hele band sta je normaal, hè? Ja, dus met z'n vieren. Dus normaal sta ik ook, maar ik dacht omdat ik toch in mijn eentje ben met een backing trackie, dacht ik, ik ga erbij zitten om gewoon mee te doen met deze gezellige vibes en het klein aan te pakken. Helemaal geweldig. Dankjewel dat je er bent, Sop. Thank you. Thanks voor de uitnodiging. We gaan naar onze eerste gast van vandaag. Klein, wie hebben wij naast ons zitten?
Deze geweldige vrouw, die ken ik vroeger van vroeger nog. Hè? We kennen elkaar wat langer. Laurien van Wijk, jij werkt hier bij Lavender. Klopt, ja. Allereerst, we vinden het heel belangrijk dat we iedereen bij de juiste pronouns benoemen. Wat zijn jouw pronouns? Zij haar, alsjeblieft. Zij haar, oké, duidelijk. Laurien, hoe ben jij bij Lavender terechtgekomen en waar staat Lavender voor? Nou ja, ten eerste wil ik eventjes terugkomen op het punt dat ik je ken vanaf dat je 12 bent of zo. Want je bent nu 15, I guess. Ja. Nee, Lavender. Ja, het is. Ik ben begonnen in de horeca op de Regulierswarstraat in de queer scene, wat toen nog de gay scene heette. En heb een tijdje in de horeca gewerkt. Weer ander pad bewandeld. Ben weer terug beland in de horeca. En toen kwam een van de oprichters van Lavender naar mij toe. Heel sneaky. Er is iets stiekems. Er gaat iets gebeuren. Je mag er nog niks over zeggen. Maar omdat ik altijd zo hard krijs dat Haarlem iets queers nodig heeft, omdat het gewoon niet bestond hier, heb ik hard genoeg geschreeuwd om Annie mij te laten benaderen of ik hier samen met mijn allerliefste collega Rutger de tent zou willen runnen. Wat gaaf. En je zei het al een beetje. Wij kennen elkaar van wat toen nog de gay street was. Mm-hmm. Wat is er veranderd en waarom is het belangrijk dat er zeg maar een anti-beweging komt, zoals een Lavender? Juist. Als je kijkt naar de historie van de LHBTQI-gemeenschap in uitgaan, is dat echt best wel divers. Naar zeg maar stiekeme barretjes waar de queer mensen gewoon konden zijn wie ze wilden zijn. Toen het nog illegaal was, of in ieder geval frowned upon. Is het in de tijd dat ik er ging werken, was het voornamelijk voor mannen. Veel gay bars met veel mannen die daar kwamen. Tuurlijk ook wel een vrouw hier en daar. Je had in Amsterdam destijds nog een paar vrouwenbarren. Maar toen ik voor het eerst in een bar ging werken, was er ook wel kritiek op mij dat ik als vrouw daar ging werken. Want hoe durf ik? Mm-hmm. Het is toch een gay bar. Mm. Wat wij hier met Lavender willen doen is juist dat iedereen welkom is. Wat zijn je pronouns? Wat is je genderidentiteit? Wat is je geaardheid? Het maakt allemaal niet uit. We zijn één gemeenschap en we moeten juist een beetje ervoor zorgen dat we een safe space creëren waar iedereen kan komen om zichzelf te zijn. Dus niet alleen maar gay mannen, niet alleen maar gay vrouwen, niet alleen maar vrouwen of mannen. Alles eromheen, alles ertussenin is gewoon heel belangrijk dat die hier hun plek kunnen gaan vinden. Geweldig. Ja. En Lavender is het regenbooghuis van Haarlem. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat houdt het regenbooghuis in? Want het bestaat uit een heleboel partijen. Mm-hmm. Wat het inhoudt is, wij zijn een bar, maar wij zijn niet alleen een bar. Wat wij willen gaan doen is veel meer dan dat. Naast leuke feestjes, wat wij zelf organiseren, is ook samenwerken met partijen die hier hun dingen willen gaan doen. En of dat nou een housefeest is, of een bingo, of I don't know, een middagje lekker soep eten met queers op leeftijd. Of een tentoonstelling, een cursus. Alles wat in de gemeenschap valt en wat de gemeenschap ondersteunt en waar wij iets voor kunnen betekenen, dat willen we hier eigenlijk gaan doen. Dus iedereen die een idee heeft en dat spreekt jullie aan, die kan jullie aanspreken naar jullie toe en zeggen van joh, ik zou dit graag willen en dat kan dan. Dat gaan we zeker proberen te faciliteren. Als het binnen het plaatje past. Ja. Kijk, wat we niet gaan doen is hier grote vrijgezellenfeesten. Behalve als het echt een hele leuke, als je een leuk idee hebt, kom maar op. Maar we willen gewoon voor iedereen die het fijn vindt hier en die hier iets mee wil doen, maar die ook denkt dat het leuk is voor de rest van de gemeenschap of een gedeelte van de gemeenschap, dat die hier gewoon aan kunnen komen met een idee. En als wij dat leuk vinden, als het bij ons aansluit en wij kunnen daar iets in betekenen, ja, waarom niet? Hartstikke leuk. Heb je wel wat voorbeelden van wat er op de agenda staat de aankomende tijd? Wat we sowieso hebben, we hebben al de eerste editie gehad, maar we hebben Queer Open Podium. Dus dat betekent dat je spoken word, singer-songwriter, drag, noem maar op. Als jij een podium wil beklimmen en iets leuks wil doen, dan kan dat hier. En de volgende editie is op Halloween.
Ik weet niet of iedereen het Halloween thema gaat aanhouden, als het aan mij ligt, graag. Ja, persoonlijke voorkeur. Laurien, ik kan je vertellen, in Haarlem is de Halloween scene heel groot. Als je weet dat je naar Jan Monnikendam, als daar een portier voor de deur staat en je staat een half uur in de rij om je spullen te kopen. Het is echt groot. Er zijn hele grote feesten in Haarlem. En het is gaaf als daar hier een open podium bij komt op die, in dat weekend. Want het wordt echt groot gevierd. Al denk ik wel dat het voor mensen die willen meedoen, als je iets wil doen wat buiten Halloween valt, voel je vrij om je ook in te schrijven. We gaan meerdere edities doen. Dus ook als het deze keer, als je niet terecht kan, dan gaan we gewoon voor de volgende of de keer daarna. Ik vind het wel leuk. Ik kan live komen zingen, want ik weet zeker dat dat Halloween is. Ik kan niet live zingen, dus dat is ideaal. En ik heb ook al een beetje gekeken naar wat er nog meer gaat komen. Er komt ook nog iets over in de 24e ergens in december. Chosen Families te doneren iets. Juist, ja. Dat was al voordat de deuren open gingen, was dat het plan. Wat wij willen gaan doen, wat voor mensen in de queer scene waarschijnlijk wel bekend is. Ik hoop voor niet heel veel, maar ik denk dat zeker veel mensen zich erin gaan vinden. Familie en queer zijn kan soms lastig zijn. Ja. Niet ieder familielid is zo verwelkomend als je zou willen. Dus wat wij hier willen gaan doen is, wij willen een plek creëren op de 24e van december, waar mensen die alleen een gekozen familie hebben of die zich niet heel prettig voelen thuis, dat ze lekker hier kunnen komen en met ons toch die donkere, gezellige dagen weer gezellig gaan maken. En mensen kunnen ook doneren, hè? Als, zeker. Ja. Ja. En hoe kunnen ze dat doen? En, want het gaat erom dat er een diner komt hier en mensen kunnen gewoon eten, kleden. Wat kunnen ze doneren? Wat nemen mensen mee? Wat we sowieso aan het doen zijn voor Lavender in het algemeen is een crowdfund. Wij zijn een stichting. Stichting Queer Haarlem. En daar valt Lavender, het regenbooghuis, onder. Dus daar kan je sowieso aan doneren, zodat wij die fondsen goed kunnen gaan verdelen onder de gemeenschap. Dat voor de rest zet je me een beetje, want ik weet niet precies wat. Komen we volgende maand daar gewoon weer op terug. Maand wat weer terug. Dan kunnen mensen. Maar de crowdfund, dat kan sowieso. De specifieke voor de chosen family. 24 december. Terug. Ja, dankjewel. Maar mensen kunnen wel gewoon doneren ooit. Maar oké, we gaan. Prachtig doel. Ja, prachtig doel en heel mooi gesproken, Laurien. Dankjewel. Ik denk dat wij door moeten naar 45 Acid Babies, naar nog een nummer van Sop. Thanks, Lodi. Sop, ben je er klaar voor? Hey. Heb je er zin in? Ik heb er sowieso zin in. Nou, dan gaan we weer genieten van Sop en 45 Acid Babies. Hallo? Dit is een nieuwe. Why so cynical? Oh, sorry, lover. Did I just make you mad? Did I just burst your bubble? Oh, don't you feel blue? Aren't you misunderstood? That's why you never listen. You just ramble on. Don't waste my time. I'd rather have a conversation with a brick wall. Stop, leave me be. You're so frustrating. One word, I'll be on the next train out of here. All the party people telling me your heart is in the right place. The only problem is that I grew sick and tired of your face around me all day. Let's just say this ain't working out. Phones on vibrate, been ringing all day. Got nothing to say. It's too late to call, too late to call. You know. Too late to go. Too late to go. Too late to go back now. They say I
might go too far, but baby, everything's political. What you trying to prove? Do you crave for cheer? Haven't you wished to play the devil's advocate some more? What body to address when it's so easy to ignore? All the party people telling me your heart is in the right place. The only problem is that my patience done. Phones and vibrate, then ringing all day. Got nothing to say. It's too late to call, too late to call. You know what they say. The price that you pay. It's too late to call. Let's just say this ain't working out. Dankjewel, Sob. Dankjewel. 45 Acid Babies. Wat een heerlijk nummer. Wat knal je er lekker in. En over knallen, wij gaan naar onze gast, volgende gast. Maarten. Toch? Maarten Vogel, hè? Vogels met twee O's. Maarten Vogel. Maar je spreekt het net zo uit. Dus dat... Maarten Vogel is de producent van de musical De Mol en de Paradijsvogel. Ja. Maarten Vogel, oké. Ga door. Maar kan je ons even vertellen over de musical De Mol en de Paradijsvogel? Ja, waar begin je? Het gaat om het verhaal van Albert Mol. Mm-hmm. En Albert Mol was een bekende tv-personality. Miss Fuchsia kent hem. Ja, 70, 80, vorige eeuw. En Albert was een van de eerste mensen die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam op televisie, op national television. En dat was in die tijd nogal bijzonder. Daniel Cohen is de schrijver van het stuk en die wilde over hem een voorstelling maken. Nou vond ik dat een beetje een te ouderwets thema. En ik was nogal gegrepen door het verhaal van een Syrische asielzoeker die hier in Nederland probeert ook een plek te krijgen en zijn identiteit te bevechten. En die daar heel veel moeite mee had en uiteindelijk ook is overleden. Er was heel veel pers omheen. Toen dacht ik, als we die verhalen nou een beetje in elkaar gaan schuiven, dan heb je volgens mij een mooi beeld over wat er in die 50 jaar aan acceptatie en aan tolerantie veranderd is. Of misschien niet. Maar daar zijn we gaandeweg, hebben we daar 3,5 jaar voor uitgetrokken om die voorstelling eigenlijk in elkaar te gaan zetten. En dat is het resultaat van waar we nu het hele land mee doorgaan. Bizar. En neem mij eens mee voor de jongere generatie. Dus Albert Mol was de allereerste. Het was gewoon live op tv dat hij uit de kast kwam. Ja, hij was in een programma van Koos Postema. Groot UU. Dat waren praatprogramma's. In die tijd had je één, nou, misschien twee televisienetten. Dus daar keken gewoon 6, 7 miljoen mensen keken ernaar als je iets op televisie deed. En in die uitzending vertelde hij gewoon waar hij voor stond en dat hij gay was. En dat was in die tijd was dat echt wel een heel erg groot. Ja. Nou ja, het was een heel groot schandaal aan de ene kant. Maar aan de andere kant, je accepteert het van hem. Ik denk dat een heleboel mensen van hem wel het idee hadden van, ja, eigenlijk wisten we het wel. En je kon er niet echt omheen. Nee, bij hem kon je er niet omheen. Nee. Naderhand, want iedereen dacht van, dit is het einde van zijn carrière. Naderhand is hij eigenlijk een soort troetelnicht geworden voor heel Nederland. En was hij eigenlijk best wel populair. Heeft hij heel veel televisieprogramma's gedaan. Wie van de drie. Daar ken ik hem dan van. Ja. Al die ingrediënten verwerken we wel in dat hele verhaal van wat we op het toneel zetten. Maar het grappige is, toen ik zelf met mijn coming out bezig was, nou, het is ook zo'n dikke 45 jaar geleden. Mm-hmm. Toen had ik wel het idee van, weet je wel, mensen zeiden tegen me, ik kwam uit een heel vrij milieu, dus dat was eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem. Maar mensen zeiden wel, als je maar niet zo wordt als Albert Mol. En dat is wel ook voor onze drijfveer geweest om die voorstelling te maken. Want die man heeft eigenlijk zo ontzettend veel betekend voor de acceptatie van een hele generatie gays die uiteindelijk zichzelf veel meer gedragen voelen door het feit dat hij er openlijk voor uitkwam.
dat hij, nou, we vonden eigenlijk wel dat hij dat herstel van... Waarom zeiden mensen dat dan? Waarom niet als Albert Mol? Terwijl het best wel een rolmodel was nu achteraf. Ja, maar omdat hij toch te uitgesproken was. Hij was te uitbundig. Hij was te flamboyant. Hij was te kleurrijk. Hij was gewoon alles wat Nederland niet is. Weet je wel? Uiteindelijk zitten we toch in een grijs land met regenjassen. En mensen die het liefst allemaal via eenzelfde straatje willen doen. En hij doorbrak dat allemaal. Niet alleen zijn identiteit, maar de manier waarop hij zich kleedde. De manier waarop hij zong, waarop hij speelde. Mm-hmm. Alles was wat dat betreft anders bij hem. En je hebt gewoon 7 musical awards gewonnen hiermee. Ja. Bizar. Geweldig. Ja, geweldig. Het is ook echt, wat een prestatie. Ja. Het is ook een hele goede voorstelling. Omdat hij ook voor jongere mensen ook hartstikke goed is. Omdat het verhaal van Wassim, dat is die Syrische asielzoeker, wat we er doorheen gevlochten hebben. En die is uiteindelijk overleden, Wassim. Ja, in het echte leven. Hebben we dat verhaal een beetje. We hebben in de eerste leesvoorstelling hebben we ze allebei dood laten gaan. En dat werd een hele zware toestand. Mm. Dat we dachten, we gaan inderdaad met lopen in de schoenen naar buiten. Naar huis dat iedereen gaat maar dood en wat dan ook. Maar dat is nu minder. Hij blijft nu leven. Dus okay. Het verhaal hebben we een beetje. Albert gaat nog steeds dood. Maar Albert gaat dood, want die is gewoon op een gegeven moment. Is 84 en dan is het gewoon klaar. Nee, we volgen het verhaal in zijn laatste uren, dat hij terugkijkt op zijn leven. Hoe heb je dat dan verweven? Ja, als ik het ga uitleggen, dan zet iedereen mensen weg. Mensen moeten dus juist komen kijken. En dan is het een verhaal waarvan je denkt, hoe krijg je dit in godsnaam voor elkaar om daar een duidelijk verhaal van te maken. Als je het op het toneel voor je ziet, dan is het glashelder. Het is zo goed geschreven. Het is maar zijn het dan twee verhalen die door elkaar heen? Dus je hebt een stukje Albert Mol en dan een stukje... Ja, je hebt 2004. Dat is het moment dat Albert doodgaat en eigenlijk terugkijkt op zijn leven. Nou, dan krijg je al die flashbacks. En aan de andere kant heb je het verhaal van Amsterdam 2024 tijdens de Pride, waarin een heleboel dingen misgaan. En, maar ja, dat lijkt... Amsterdam 2024, dat is dit jaar. Ja, dat is het jaar van waarin we Wassim hebben geplaatst. Oké. Wat bijzonder. Ja, het is ook een hele bijzondere voorstelling. Iedereen moet het ook zien. Maar het is waar is hij te zien? Hij is in de Schouwburg te zien, hier in Haarlem. We staan hier op 12 oktober, dat is een zaterdag. Ja. En om 8 uur, nou, dan kan je om 10 uur kan je hier in de Lavender zitten. Ja. Toch? Ja, natuurlijk. Dan heb je een topavond, kan je nog over napraten. Ja. Kom ik ook nog een drankje hier, want ik ben erbij die avond. Ja, leuk. Dus zoveel mogelijk mensen moeten komen. En jullie reizen Nederland door? Ja, we reizen het hele land door. We doen nu een korte tournee van 30 voorstellingen. Het is op zichzelf nog niet eens makkelijk om dit thema overal neer te zetten. Dat merken we ook echt wel. Weet je wel, dat je iets hebt van... Nou ja, er zijn plaatsen waar we... Ik zal het niet noemen, omdat het Milburg is. Maar waar ze bijvoorbeeld... We hebben nogal vrij... Nou ja... uitgesproken styling met iemand in drag en dat is die rol van Wassim die wat dat betreft heel erg open is. Wat zijn de reacties dan die je krijgt daar? Nou ja, dat ze eigenlijk die posters niet willen ophangen omdat ze ze te frivol en te flamboyant vinden. Anno 2024. Bizar. In Nederland. Maar dat is juist de reden waarom we het doen, die voorstelling. Ja. Ik geef dan altijd wat meer tegengas om. Ja, weet je, ik heb op een gegeven moment ook wel iets nu... dat er een aantal thema's zijn die we als producent ook gewoon echt behandeld wil hebben. Die heel erg rondom die queer history zitten. En het, nou ja, weet je wel, we moeten gewoon als queer gemeenschap meer in staat zijn, denk ik, om onze eigen helden te eren. Om die op een voetstuk te plaatsen. Ja. En dat is met Albert Mol is dat wel eentje waarvan ik denk van... Nou ja, die verdienen het echt. Dat is een beeldschone voorstelling geworden. Het moet gevierd worden. En dat doe je mooi in de musical De Mol en de Paradijsvogel. En Miss Fuchsia. Ja, wij gaan straks 2 kaarten weggeven. Zo is het. Ja. Je kan kaarten winnen, laat ik het zo zeggen. We gaan straks een spel spelen. Ja. Met mensen die hier aanwezig zijn in Lavender. En je kan nog komen, hè. Het is al rete druk. Maar er kunnen nog meer bij. Dus kom gezellig naar Lavender. Kom er gezellig bij. En je maakt dan kans om mee te doen met het spel. We gaan straks 3 moeilijke vragen stellen. En degene die de meeste antwoorden goed heeft, die wint 2 kaarten van jullie voorstelling. Heel goed. Ik denk dat ik zelf mee ga doen met de quiz, want ik wil er zelf ook wel heel graag heen. Ik wil onze helden eren. Prachtig mooi gezegd. Ja. Ik heb nog wel een wijze op staan. Ik heb echt
wat mij betreft echt een hele lijn van voorstellingen die ik zou willen gaan maken. Wie zou je nog meer willen? Nou, ik ben bezig met het verhaal van Willem Arondeus. Dat is even een heel ander verhaal. Dat heb ik ook allemaal niet ingestudeerd. Oh. Willem Arondeus was verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Maakte deel uit van de groep die de overval op het bevolkingsregister deed. Hij was openlijk homoseksueel. Wat voor die tijd best wel bijzonder is. Die overval is gemaakt en is gedaan, maar niet heel erg succesvol. Maar symbolisch had het hele grote waarde. En heel veel mensen van die groep zijn opgepakt. Hij ook. Een paar dagen later meteen gefusilleerd in de duin in Haarlem. En zijn laatste woorden waren: laat mensen weten dat homoseksuelen niet per definitie zwakkeling zijn. Hmm. Die man heeft zo ontzettend veel betekend. En iedereen van ik word emotioneel als ik erover praat. Iedereen van die groep heeft het verzetsherdenkingskruis gekregen, behalve hij. Jeetje. Pas in 1984 is er onder ontzettend veel druk, heeft die man die erkenning gekregen die hij eigenlijk verdiende. Nou, dat vind ik ook iemand die op een voetstuk geplaatst moet worden. Ja. Dat zijn mensen die allemaal zo ontzettend veel betekende hebben voor de gelijkberechtiging. En ook voor empowerment en zelfbewustzijn van onze community. Dat moet je meer dan ooit, denk ik, moet je dat gewoon ondersteunen. Daar zijn dit soort voorstellingen en is theater heel geschikt voor. Prachtig. Mooi dat je dit dat doet. Is wel een hele tegenhang tegen het flamboyante wat je nu dan inzet. Ja, moet ook niet altijd alleen maar strass en veren zijn. Nee, dus nee. Dat, maar dat maakt het waarschijnlijk het werk ook zo leuk. Omdat je dan tegenovergestelde dingen kan doen. Is, super. Een nog één keer. Wanneer is de voorstelling? Wanneer moeten we met z'n allen erheen? Zaterdag. 12 oktober om 8 uur in de Schouwburg hier in Haarlem. Geweldig. Zijn we rond, denk ik. We zijn rond. Dank je wel, Maarten. Dank je wel. Wat een duidelijk en mooi verhaal. Ja. En je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. Ik kom het graag van de daken schepen. Dus ja, en heel belangrijk om pionieren te vieren die voor onze community heel veel hebben betekend. Ja, vind ik ook. Prachtig mooi. Geef het snel, hè? Ja. En zonde. En fijn dat je hier kwam praten erover. En dat we nog meer duidelijkheid en licht mogen stralen op dit soort pionieren. En dan gaan we door naar Maarten Vogel, dankjewel. Maarten Vogel, dankjewel. Dat moeten we natuurlijk wel even afkondigen. Ja, ik loop ondertussen even naar Sop. Hi. Nou, je bent dus alleen. Maar normaal met z'n vieren. Yep. Ja. En jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja, klopt. Die is sinds vrijdag overal te luisteren. Sinds vrijdag, ja. En hoe heet de single? Love Me Tender. Love Me Tender. Ja, precies. Ja, heerlijk. Ik hou ervan, ja. En waar gaat het over? Ik denk over de liefde. Nou, soort van, maar op een fucked up manier. Het gaat er eigenlijk over dat ik het gevoel heb dat ik gestalkt word door iemand die me maar blauwe liefdesbrieven blijft sturen. En de love dat language klinkt als van de belastingdienst, blauwe liefdesbrieven. Ja, ik begrijp dus de liefdeslanguage van de belastingdienst niet zo heel goed. Dus het is eigenlijk een soort. Niemand. Het is een enorme miscommunicatie. En toen ik dit schreef, had ik ook net een eng belletje gekregen. En ik zat er helemaal doorheen. Dus toen werd het eigenlijk. Het is een comforttrack voor mensen die het moeilijk vinden om belastingaangifte te doen en vaak foutjes maken. En dan kan je tijdens de stress van de blauwe liefdesbrieven met je billen schudden. Wauw. Wauw. Je maakt me heel nieuwsgierig nu. Gaan we daar nu naar luisteren? Yes. Dames en heren, we gaan naar 45 Asset Babies. En we gaan naar Love Me Tender. Oh baby, would you look at me stoked again? I keep finding blue love letters on my mat. Quite confused by the way of expressing love. Blue stacks keep piling up. Blue stacks keep piling up. Puzzled, they don't care if it's a hustle. They love to play hard to get. They want whatever you just gathered while you nearly get by. Couldn't give a fuck about your rent. I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door.
to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. So tell her please, sorry we just couldn't get a hold of any of our crushes today. Try the office sometimes later Monday till Friday tight. Don't worry, we'll still watch you at night. Okay, bye. Blue, blue, stacks, stacks, keep piling up. Blue, blue, stacks, stacks, keep piling up. I would like to go to the grocery store. To buy some tools to move my mailbox to the back door. I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. Klein Sop, dankjewel weer. Je bent aan het rocken, man. Dankjewel. Jullie ook. Thanks, thanks, thanks. En we gaan maar als je net inschakelt, welkom Queer Vibes Radio. Mijn naam is Miss Fuxia en ik ben hier samen met Klein. En onze volgende gast is net aangeschoven. Dames en heren, Maxime. Duval of de Maxime de Waal. Dat hangt een beetje af van wat voor rol ik speel. Maar ik ben hier eigenlijk als beide. Oké. Okay. Duval of... De Waal. De Waal als ik optreed. En okay. De Waal voor jullie dan. Okay. Voor Intimi. En wat zijn je pronouncers als we vragen mogen? DT van Disco Totaal. Nee hoor, je mag she zeggen. Dat is ook goed. Maxi komt wel lekker binnen. En welkom. Maar ik kom hier... Nou, we hebben meteen de elephant in the room gezegd. Ik kom hier een feest promoten. Disco Totaal. Disco, ja. Maar we moeten wel goed zeggen... Disco Totaal. Het is wat jij wil, want jij Disco zei Total. Heel... Jij zei Total, dus zeg maar als een Frans benzinestation. Whatever turns you on, honey. Weet je wel? Prima. Maar jij gaf aan dat het op het Duits moest was. Totaal. Ja. Maar gewoon voor de duidelijkheid, weet je, want jij begrijpt het natuurlijk dan niet. Doe ik het gewoon zo. Zo, mensen. Kijk. Even reviewed. Disco Totaal. He? Top hit. I got the great hits for radio. En wat houdt Disco Totaal nou, in? Ik wil eigenlijk even iets anders zeggen. Ja. Op reageren op de vorige gast. Over, Marcel over Vogel. Maarten. Maarten Vogel. Maarten, ja. Over zijn musical over... De musical... De Mol en de Paradijsvogel. Nou, wat jullie al aanstipten in dat gesprek... was ook heel erg van dat... De man zelf werd in zijn tijd op een bepaalde manier wel of niet gewaardeerd. Was zijn tijd ver vooruit. Was een trailblazer, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Maar je zegt times are changing. Maar als je nu al kijkt dat toch in bepaalde steden, dorpen, whatever, Middelburg... de posters niet worden geaccepteerd, geeft aan wat voor strijd we nog steeds zitten. Het is nooit een opgaande lijn. Nee. Ook de nieuwe generatie moet doorhebben... van je moet vechten voor wat je cadeau hebt gekregen... van de vorige generatie. En it really struck a nerve bij mij, dat verhaal van Albert Mol. Mm-hmm. Want jonge queers in de dop... die hebben vaak zelf helemaal niet door... dat ze queer zijn of dat ze anders zijn. Dat heeft de omgeving vaak veel eerder door dan zijzelf. Mm-hmm. En als ik het dan naar mezelf betrek, toen ik in de jaren of 14 was... toen hadden we een feestje, was ik uitgenodigd op een feestje... hartstikke leuk, van school. En dan was er een spelletje dat je een bekende Nederlander of een artiest... werd dan op je rug geplaatst met een plakkaat. En dan moest je van elkaar raden, middels vragen... wie je dan was. Wie ben ik? Het spel Wie ben ik? En ik was toen 14. Ja, maar dan real life. En weet je wie ik was? Albert Mol. Albert Mol. Nee.
En ik was 14 en ik wist geen eens wie dat was. Maar dat geeft al aan, dat werd toen... En lach iedereen. Ik werd heel erg uitgelachen. En met hoe lang geleden is dit? Dit was in de jaren? Ja, dat is dan een misselijke vraag. Niet zo heel lang geleden. Klein, oh. Niet zo heel lang geleden. Het was een jaar of 5. Hey, bedankt dat ik hier mag zijn. Nee, dat was in de jaren 70. En, maar dat geeft al aan van... Toen was ik was daar helemaal niet van bewust dat ik een queer in de dop was. Mm-hmm. Maar ik werd daar op een hele harde, nare manier mee geconfronteerd. Want ik werd uitgelachen. Yeah. Dus ik wist meteen, dat is dus niet goed. Dat is iemand om te ridiculiseren. Mm-hmm. En daarom vind ik het fantastisch om te horen dat die man nu wordt geëerd. Yeah. Maar... het waren toen ook trailblazer. Leen Jongewaard, Comes to Mind. Dat was eenzelfde, uit dezelfde periode. Mm-hmm. Met Adele Bloemendaal. Die heel erg zichzelf waren. Maar het waren wel mensen die wat te zeggen hebben. En, maar dat waren de enige, als je zegt van role models. Mm-hmm. Het was niet echt een role model. Want ik werd erom uitgelachen. De enige queer mensen op de Nederlandse televisie waren bijvoorbeeld Jos Brink. Yeah. En ik had zoiets, ik had daar verder niks mee. Maar ja, fast forward naar nu. Ik heb liever een Albert Mol of een Leen Jongewaard dan een Geer en Goor. Yeah. Wacht, ik moet even scheet laten. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja, maar Maxime, even, ik voel ook wel een soort van... wat moet onze generatie doen, zeg maar de jongere generatie... om ervoor te zorgen dat dit soort helden blijven gevierd worden... en dat we het nog steeds ontbeseffen dat we er nog niet zijn? Daarvoor zitten wij dit, wat wij nu doen. En het feit dat Lavender bestaat, is heel goed. Het is heel goed dat mensen... Het is heel goed dat hier een regenbooghuis is gemaakt, Lavender. En dat mensen in hun eigen bubbel kunnen zijn. Het is ook heel belangrijk dat je eigen bubbel hebt. Maar er is ook zoiets als bridging. Je moet, die bubbel die moet poreus zijn. Waardoor mensen toch contact hebben met andere mensen. En dat kan je zeggen van, normaal gesproken zou je zeggen... dat is een bibliotheek heel belangrijk voor. Mm-hmm. Vind ik een regenbooghuis wat moeilijker... omdat dat misschien een grotere drempel heeft voor heel veel mensen. Zelfs een tent als Lavender. Maar als je zeg maar ieder jaar een Pride-achtige situatie... of zoals de oprichter van Lavender Queer Haarlem hebben gedaan... een kunstfestival, dan breng je het naar de openbare ruimte. En dat is die poreuze ruimte waar mensen elkaar gaan ontmoeten. Mm. Het is heel goed... Weet je, ik heb niks tegen die bubbel. Maar het is heel goed dat die, wat ik al zei, poreus is... en dat je elkaar open staat en dat soort dingen... Which brings me to, mensen. Ja, daar zijn we. Disco Totaal. Dat is eigenlijk waar we hiervoor zijn. Maxime, maar je hebt prachtig gesproken. Dank je wel om dat nog even terugkoppeling te doen. Is het voorbij? Nee, we moeten natuurlijk ook over jou... Je bent zo lekker bezig. Dank je wel. Ja, en ga door over Disco Total. Nou, ik zal het je vertellen. Totaal. Wat ik... Ook wij moeten in onze tijd zijn en... Je kan iets verzinnen, maar je moet ook voelen de tijdgeest. Hoe mensen reageren op bepaalde dingen. Ja. Jij gaat geen bingo meer doen als er geen hond meer op afkomt. Nee. Snap je? Je kan nog zo van die bingo houden... maar als je voor 3 mannen een paardenkop staat, lastig. Ja. Dus het is toch, weet je, het is give and take. Want het is heel goed dat je een bingo doet, want... Maar er moet een bepaald draagvlak zijn. Hoe mini ook. Dus daar moet je ook dan voor werken. En ik kan hier dus zitten om Disco Totaal te promoten. En ik kan helemaal vertellen dat wij Italo Disco doen. Italo Disco? Wat is Italo Disco? Italo Disco is eigenlijk de voorloper op EDM, de muziek toch? Ja, eigenlijk de bakermat van alle house muziek. Ja, dat is waar het uit ontstaan is. Daar komt het vandaan. Ja. En wat ik bedoel van je moet meegaan met je tijd. Ik was altijd heel enthousiast over Italo Disco. En dan ging ik allemaal de meest zotte voorbeelden. Van dit is leuk en dat is leuk. En ik merkte dat niet landde. Dat mensen dan eigenlijk meer juist apprehensive of terughoudend werden. En waarom? Omdat dat dan mensen zijn minder nieuwsgierig. Dus ze vinden ze te spannend. Ik stond met tijdens een expositie die ik in Queer Amsterdam heb gedaan... met de foto's van de bezoekers van Disco Totaal... in het patronaat in Haarlem. Die is nu voorbij. En bij de finissage, dus het tegenhangen van een vernissage, mensen... dat je het nog 1 keer doet... Ja. Hadden we even een playlist van Italo opgezet. En ik ging heel goed en
Kevin Pietersen ook op een nummer. Die hadden we nog nooit gehoord. En het enige wat die mensen zongen was... Pantalon. Pantalon. Okay. Pantalon. Pantalon. Dat is Italo disco. Dus met andere woorden, zottigheid... Maar wel met een pittige beat. Met, weet je, alle invloeden. En dat is ook heel erg leuk met die acid junkie die daar zit. Acid, dat ze dus gewoon heel baby. Erg... 45 acid babies. 45 acid baby. Dat ze dus gewoon heel veel spannende invloeden in haar muziek heeft. Dat vind ik heel erg leuk om te horen. Ze speelt met verschillende genres. Ja, en dat, daarom heb ik ook helemaal geen zin om daar eindeloos op door te gaan. Want ik zeg, mensen... Kom gewoon en laat je even voelen. Oh ja, er komt iets aan, zie ik. Het is 2 november hier in Lavender. En dat vind ik heel tof dat ze... Wie zijn die mensen op de foto? Dat zijn de laatste. Dat zijn Lucy en Tos. Die zijn de laatste die hebben geposeerd voor die serie. Die hingen ook in die expositie. Mm-hmm. En tijdens het... ik heb al gezegd van de laatste feesten. Want ik heb heel veel mensen gefotografeerd. 3 mensen, 2 mensen, jonge meisjes, bla bla bla. Waren de laatste foto's waren 2 jongens en daar een jongen en een traf. En daarna was een non-binaire regisseur. En het scheelde mij. Ik kreeg ineens veel minder mensen die naar mijn feest kwamen. Want ze dachten, dat is een nichtenfeest. Bij die non-binaire dachten ze, dat is een Dieseldijk. Mm. Dus daar komen we niet. Nee. Dus ik had zoiets van de laatste foto. En dat is de foto die we hier hebben. Mm. Mensen gaan allemaal naar Queer Amsterdam. Wat was queerhaarlem.nl. De ticketlink is sinds nu online. Kan je ook de foto zien waar we het nu over hebben als jullie het nu luisteren. En ik dacht zoiets van deze kan ik al helemaal niet gebruiken. Want de iconografie is natuurlijk leuk. Dat dit rokje, waar kennen we het van? Ik heb geen idee. Britney? Is het van Britney? Of wat is het? Een soort van... Oh jee, dit is een strikvraag. Lieve. Dit is waar moeten we van kennen. Niet. Laten we daar een prijsvraag over doen. Mensen, wat is het iconografie? En wat kunnen mensen winnen, Maxime, dan? 2 kaarten voor de entree voor het feest. Twee kaarten voor de entree van het feest. Ja. Dankjewel. Met Maxime erbij. Bingo, ja. Maxime. Met Maxime erbij. Maxime, ben jij een geweldig persoon. Dan moet je wel straks even aan een van ons het antwoord geven van het rokje. Waar kennen we dat van? Ja, want ik ben nu wel heel benieuwd. Want we moeten wel kunnen controleren. Je moet het kunnen controleren. Ja. Zijn er mensen in het publiek die dit weten? Waar is dat rokje van? Iemand die weet waar het rokje van is. Of nee. Mensen thuis die nog naar Lavender willen komen. Sop die steekt er hand op. Dat was een tijdje terug. Had zij dat in de clip aan? Geen clip. Iggy Azalea. Zal ik een hint of Kill geven? Bill? Want nee, we mogen hier natuurlijk niet live in de uitzending het antwoord geven. De hint, is het een hele populaire film? Ik weet het. Nee. Ik zeg niks, maar ik denk dat ik hem weet. Want jij komt er sowieso niet in. Dat is die... Ik denk dat dit een mooie afronding is. Ja, dit is een hele mooie afronding. Het wordt nu heel persoonlijk. Nou. Ik wou nog even zeggen, ik zie er voor de mensen die alleen maar luisteren, ik zie er heel pittig uit. We hebben ook beeld, great face. Er staan 2 camera's. Ja, maar je kan niet mijn hak zien. Dus ik zet hem even de hak op tafel. Met de hak op tafel kom jij hier... A star is born. You are amazing. De foto is in een aanzicht. Die is hier gratis te krijgen in Lavender. Dus komt allen hierheen en koop een kaartje voor een Cox Habbekrats. Wat kosten de kaarten? Die kosten €7,50 en €10 aan de deur. Dus nou, dat is geen geld. Te geef. Dus geen geld. En jij bent aanwezig? Ik stuur het aan vanuit mijn penthouse in Amsterdam. Nee, natuurlijk! Ik zie Jij bent helemaal het feest. Leuk. Jij bent het feest. We kunnen jou daar spreken. Ik ga zingen, ik ga alles en... ik hoop jullie daar te zien. Wij komen sowieso. Absoluut. En Max, je had eigenlijk al een beetje een bruggetje gedaan. Want jij had al een vraag gesteld. Maar volgens mij gaan we naar een spel, hè, Miss Fux? Ja. Dat klopt. Ik ga 2 mensen uit het publiek benaderen. En we gaan een bedankt klein spel doen. Maxime, maar we gaan eerst Maxime bedanken. Dankjewel dat je aanwezig was. Ja, en jullie zien er allebei fantastisch uit. Dankjewel. Mag ik even een applaus voor deze mensen? Dankjewel. Super lief. Kijk, ik kan horen dat de reet te druk is. Ha ha ha.
Miss Fuxie gaat ondertussen opstaan voor de mensen die thuis luisteren. En ze is onderweg om twee gasten hier in Lavender wat vraagjes te stellen. Een quiz. En zij kunnen volgens mij de prijs winnen. Wat was de prijs ook weer, Miss Fux? Twee kaarten. Naar? Voor de musical, de mol en de paradijsvogel. Van een even kijken, wie wil er meedoen met de kleine quiz? Ik ga... jij zit echt met je rug naar me toe. Zo van, ik wil niet. Hoe heet je, lieverd? Nadine, jij gaat met mij gezellig die quizvragen doen. Jawel, dat kan jij. En ik ga hier naartoe, de dame met het petje. Eline, Nadine en Eline. We gaan een hele simpele quiz doen. Drie vragen krijg je. Jullie krijgen allebei van Laurien even uitgereikt. A, B, C, D. Ik ga een meerkeuzevraag stellen aan jullie. En dan hou jij even op of het A, B, C of D is. Ik moet even naar het podium toe. Jullie mogen even meelopen naar het podium. Maar dan kunnen mensen het ook zien. Een applausje voor Eline en Nadine. Yay. Ja, waar gaan we staan, Ben? Op het podium gaan we staan. Ze moeten door die hele crowd heen. Het duurt eventjes voor de mensen. We gaan even voor jou staan. Kom gezellig bij. Het is heel simpel. Ik ga hier drie vragen stellen. A, B, C of D moet je beantwoorden. Even kijken, waar is nou... Ze komt eraan. Ze komt eraan. A, B, C of D. En degene die het meeste antwoorden goed heeft, komt er gezellig bij. Ja, kom op het podium. En dan gaan we twee kaarten weggeven. Je kan ze winnen. Je kan ze winnen, ja. Kijk, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we naar de eerste vraag. En de vragen zijn queer georiënteerd. De eerste vraag is, in welk jaar was de allereerste same-sex huwelijk? Was dat in A, dat kan ik niet lezen, want mijn printer is 2001, B, 1949, 1994, antwoord B, 94, C, 1990 of antwoord D, 2005. Dus antwoord A, 2001. Hebben we ook tijd? Antwoord B, 1994. Antwoord C, 1990. Of D, 2005. En de tijd is om. En ik wil nu een antwoord zien. A en B. A is het juiste antwoord. Ja, één punt voor jou. Ja. En dan gaan we naar vraag 2. In hoeveel landen is het... is er een romantische relatie tussen hetzelfde geslacht verboden? Is dat A in 25 landen? Is dat B in 70 landen? Is dat antwoord C in 10 landen? Of antwoord D in 32 landen? Dus in hoeveel landen is het verboden tussen hetzelfde geslacht een romantische relatie te hebben? Ik heb hier twee keer antwoord B... Dat is twee keer juist, jazeker. Helaas, in meer dan 70 landen is het nog steeds verboden. En meer dan 30 landen is het zelfs nog strafbaar. Staat de doodstraf erop als je een relatie hebt tussen hetzelfde geslacht. Dus dat houdt in dat we ook nog heel veel te bereiken hebben. In Nederland zijn we heel ver, maar we moeten nog veel meer. En daarom is het zo belangrijk dat een Lavender er is, de Queer Five Radio, en dat we met z'n allen nog hard op de balustrades gaan staan om te zorgen dat er meer acceptatie in de wereld komt. Twee punten voor jou. Eén punt voor jou. We gaan naar de laatste vraag. En het is eigenlijk wel een vrij makkelijke. Vraag 3. Homoseksualiteit bestaat A, alleen bij mensen. B, bij mensen en apen. Of C, bij mensen, apen en alle andere dieren. Dus is het antwoord A, alleen bij mensen... Antwoord B, bij mensen en apen. Of antwoord C, mensen, apen en alle andere dieren. Ik wil nou je antwoord zien. Twee keer antwoord C. C is het juiste antwoord. Echt overal bestaat homoseksualiteit onder. Dat betekent dat jij twee kaarten hebt gewonnen met drie punten. Ja,
Daverend applaus voor jullie beiden. Dankjewel dat je mee hebt willen doen. Helemaal spontaan werd je uit het publiek gerukt. En stond je hier in ene. Maar jullie hebben het leuk gedaan. Jij krijgt 2 kaarten. Die krijg je straks van Rick aangeboden. Voor de musical. De Mol. En de Paradijsvogel. Yes. We gaan naar Rick. Gefeliciteerd. We gaan naar Klein. Gefeliciteerd, Odien. Gefeliciteerd. En we gaan door. We gaan door. Oh, Miss Fuxia. Ja. Waar zijn wij nu beland? Even kijken hoor. Ja, eigenlijk zijn we eigenlijk al een beetje aan het afronden met het eerste uur. En je hebt het hartstikke goed gedaan met die quiz, Miss Fuxia. Gaan we nog een nummertje doen? Nog even een extra nummertje doen? Voordat we afsluiten. Ja. Ja, want het eerste uur zit er bijna op. We gaan nog 1 keer naar 45 Asset Babies. Met Babies. Een geweldige nummer. En daarna hebben we even het journaal. En dan komen we terug voor het tweede uur van Queer Fight Radio. Mag ik nog heel snel wat vragen? Waar komt de naam 45 Asset Babies vandaan? Want ik hoor die dames al allemaal varianten van maken. Zoals je net al hoorde, doen we heel veel genres door elkaar. En we hebben eigenlijk een enorme passie voor tegenstellingen opzoeken. En dat merkten we ook in de muziek die eruit kwam toen we samen in de ruimte gingen staan. En het was eigenlijk heel raar. Een hele rare samenkomst. En zo heel cute en een beetje fucked up. En dat moest in de naam er ook uitkomen. Dus vandaar 45 Asset Babies. Ja. Asset Babies 45 klonk gewoon super lekker. Het ligt lekker klinkt in de mond. Lekker. Klinkt ook lekker. Oh, nee, die hebben we al gehad. Moet even mijn toonsoort. We go again, dropping one by one. There is a fire in my belly and I'm anxious that it wakes again. You can't just be around the bush then jump the gun. A little learning is a dangerous thing. Oh, it's so easy to step out of line. We're out of time. Oh. I don't owe sweetness to anyone. I wasn't born and raised to sugarcoat anything I have to say. And I don't owe prettiness to anyone. Not to the man around the corner who's been following me home again. Oh, it's so easy. We won't survive. You'll have to be right, despite the lies. Niet echt Italo disco, maar merk je het? Dit is precies wat je hoort als je ons niet opnieuw instelt. Haarlem 105 verhuist op DAB+ naar een nieuw kanaal.
Wil je blijven genieten van de beste muziek en het laatste nieuws uit jouw regio? Stel dan vandaag nog je DAB radio opnieuw in. En klik op Haarlem 105. Simpel toch? Zo mis je niets. Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft Israël vanavond aangevallen met raketten en de Verenigde Staten en Rusland waren van tevoren gewaarschuwd, zegt een Iraanse diplomaat. Dit zou zijn gebeurd via diplomatieke kanalen. Als het zo is, heeft Iran stappen genomen om de kans op regionale escalatie te beperken. Moskou en Washington hebben hierop nog niet officieel gereageerd. Bij de Iraanse aanval is op de westelijke Jordaan-oever iemand omgekomen die geraakt werd door brokstukken. En zeker 2 mensen op andere plaatsen zijn lichtgewond geraakt. Dat schrijft de Times of Israel. Het is op dit moment onduidelijk wat de schade is en hoeveel raketten er zijn neergekomen of uit de lucht zijn geschoten. Het Israëlische leger zegt dat een aantal plekken in het midden en zuiden van het land is getroffen, maar gaf geen details. Wel heeft het Israëlische leger gezegd dat de aanval gevolgen zal hebben. Bij een aanslag in het Israëlische Jaffa bij Tel Aviv zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 9 mensen raakten gewond. Het gebeurde bij een tramhalte. De daders kwamen uit de tram en begonnen op omstanders te schieten. Volgens lokale media komen de schutters uit Hebron, een stad in de bezette westelijke Jordaan-oever. Ze zijn door de politie gedood. De aanslag in Jaffa gebeurde ongeveer een half uur voordat Iran startte met de raketaanval op Israël. Om de Franse staatsschuld omlaag te krijgen heeft premier Barnier forse bezuinigingen en extra belastingen aangekondigd. Het begrotingstekort bedraagt in Frankrijk 5,5% van het bruto nationaal product, terwijl dat van de EU niet groter mag zijn dan 3%. Vorige week kreeg Frankrijk daarom al een waarschuwing. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land, valt vanavond regen. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt en wat motregen. Later wordt het droger bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Welkom terug bij Queer Vibes Radio. Mijn naam is Klein en live vanuit Lavender presenteer ik samen met deze prachtige vrouw, Miss Fuchsia. Hi Klein, hi, we zijn weer terug. Het eerste uur hebben we er nu op zitten met geweldige gasten. We hebben prijzen weggegeven. Er zijn nog prijzen te winnen ook. Hè? Als jij straks die antwoord weet op van wie is dat rokje, waar komt dat van? Goed om te laten zien. Queer Vibes Radio, het tweede uur met weer geweldige gasten. En naast ons is inmiddels gaan zitten Paulien. Maar Paulien, voordat we naar jou gaan, gaan we eerst weer luisteren naar onze live muziek. Dames en heren, we hebben 45 Acid Babies. You are a mommy's favorite one. I love you all as much as anyone. Come join me in my super disco, baby, home, 'cause I don't wanna see you cry. 'Cause it's warm inside, don't ask me why. This way, this is the place to be. Oh no, I guess we are here to stay too. And this way, honey, can't you see? We're bound to stay here. Game over, got my eye on you. You gonna do? Stay forever in my super disco, baby, home, or I'll be sure to make you cry. 'Cause it's warm inside, don't ask me why. The walls are closing.
to be. Oh no, I guess we are here to stay to end this way. Honey, can't you see? We're bound to stay here. Just be ready to end this way. This is the place to be. Oh no, I guess we are here to stay to end this way. This way, honey, can't you see? We're bound to stay here. Ja, 45 mensen, baby! In Lavender dus. Ik heb een vraag. Oh, kom door. Waar kunnen wij jou, jullie allemaal, je bent nou alleen, maar je bent normaal met z'n vieren. Ja. Waar kunnen we je zien? Overal, op het internet in elk geval. Ja. Dus als jullie streamingsdiensten gebruiken... Gebruik ze allemaal en jullie kunnen ons vinden. 45 Asset Babies. We hebben voorlopig nog even geen show staan. Want we zijn aan het kokonnen. Want we zitten met een tweede album. Ah, spannend. In de buidel. Ja. Oké, er komt een tweede album aan dus. Yes. Geweldig. Maar hou de socials in de gaten. Ja, want, zeker. Daar zijn we zeer aanwezig de laatste tijd. En laat het weten, hè. Als je straks ergens staat, geef het door aan ons. En wij nemen het mee in de show. Of kom gezellig langs om je tweede album te laten horen. Heel in graag. Lavender. Heel graag. Gezellig. Lijkt me vet leuk. Super. Ja, en wat ook hartstikke leuk is. Aangeschoven. Nou ja, je staat. Maar lieverd, wat fijn dat je er bent. Paulien van de Heuven. Heuven. Ja, de N is weggevallen. Ja. Samen met Isra. Isra is alleen aan de andere kant. Die ligt veilig op zijn dekentje. Wie is Isra? Haar dekentje. Isra de hond. Is mijn geleidehond. Ja. Goed ik om te weten. Ik heb nog maar 3% zicht. Mm-hmm. Dus die ligt veilig bij Rick. Paulien, jij bent hier omdat het... is het al zover? De week van de toegankelijkheid. Dat is volgende week. Volgende dat? Week. Ja. En wat houdt dat in? De Week van de Toegankelijkheid is een landelijk initiatief, ooit begonnen door Stichting Iedereen, om de bewustwording op het gebied van toegankelijkheid te vergroten. En normaliter is dat de eerste week van oktober, rond de eerste week van oktober, dus dat is nu van 6 tot en met 13 oktober. Oké. En waarom is dat zo belangrijk? Wat je niet kent, daar kan je geen rekening mee houden. Mm-hmm. En het is niet dat mensen geen rekening met mij, met mijn blindheid of mijn slechte gehoor, rekening willen houden. Maar ze weten niet hoe dat moet, mm-hmm, of wat voor mij lastig is. En op het moment dat je ze erop wijst en er zich hun dus er bewust van maakt, vergroot je de bewustwording zodat andere mensen rekening met mij kunnen houden. En dat de samenleving inclusiever wordt. En wat voor ongemakken ervaar jij in het dagelijks leven? Hier in Lavender helemaal niks. En wat doet Lavender goed en de rest van de wereld niet? Ik heb een, ik ben er zo blij mee, blijf het vertellen. Mm-hmm. Ik heb een gekleurd ijsblokje in mijn glas, mm-hmm, zodat ik ook in het donker mijn glas kan vinden en niet omstoot. Oh ja, oh, dat is goed. Voor de rolstoelgebruikers hebben ze overal, het is een oud pand, yeah, hebben ze overal rolstoelplaten neergelegd en een ramp. Mm-hmm. Er is een nieuw minder valide toilet gebouwd. Kosten nog moeite gespaard. Ze hebben gewoon een muur eruit gehaald. Mm-hmm. We gaan een workshop gebarentaal gaan organiseren. Mm-hmm. Waar de medewerkers ook aan gaan meedoen. Zodat hallo, welkom, standaard begrippen worden. Zodat ook de dove en de slechthorende community zich erbij betrokken kan voelen. Mm-hmm. Daar willen we dus ook een handreiking naar doen. We hebben een braillekaart of een menukaart in braille. Mm-hmm. Er zijn gidslijnen. Bedenk het. We hebben een headset voor prikkelgevoelige mensen. Zodat ze die op kunnen zetten en het geluid een beetje dempt. Bedenk het en we regelen het. We dus hebben
Mag ik misschien aanvullen? Ja. In het queerfestival hebben we een bingo georganiseerd. Heb ik een bingo gehost. En dat was zo gaaf. Want Paulien was er samen met 5 andere dames. En die hadden braillekaarten. Oh. Dus bingo met braille. Oh, hoe werkt dat? Dat was zo bijzonder. Het was even wennen, hè? Voor jou ook, denk ik. Ik heb er één keer heb ik hem laten vallen. Ja, en dan weet je het niet meer. Nee, het controleren is ook wat lastig. Maar het is wel iets heel gaafs dat daar rekening mee gehouden wordt. Ja. En dat we een groep hadden en daar was dan ook een hoe heet dat? Dave. De audiodescript. Een audiodescript bij. Okay. En die vertelde alles wat als ik niks zei, wat weinig voorkomt, maar vertelde hij wat ik dan deed. Nou, de koptelefoons op en die gaf dan de ondertiteling. Datgene wat je niet kan zien, gaf hij weer dus hoe iemand eruit zag, hoe iemand reageert, wat Miss Fuchsia aan heeft, hoe de prijzen eruit zien. Dus alles wat je normaliter waarneemt met je ogen. Mm-hmm. Dat gaf hij aan stem in onze oren, zodat we daar ook van mee konden genieten. Oh. Klaar bij, ik sta iets van de tafel. Ja, is mijn zonnebril, maar kan gewoon liggen. En wat voor gevoel zit eronder op het moment dat je uitgesloten wordt en je niet toegang hebt door dat soort dingen? Wat voor gevoel zit eronder? Ik vind het heel typisch dat je dit nu aan me vraagt. Vandaag is er een filmpje gelanceerd door de KNGF online. Mm-hmm. Waar Eerst en ik aan hebben meegedaan. Yeah. En het filmpje is een actiefilmpje waarin gevraagd wordt om handtekeningen. Aan het begin van het filmpje zie je iemand met een leesbril. En dan wordt er gewezen op een bordje leesbrillen verboden. De rolstoel wordt afgepakt in de supermarkt. Dus degene in de rolstoel moet op de rug door de supermarkt. Dus een beetje komisch wordt dat filmpje gebracht. Je ziet iemand met een rollator die de rollator moet laten staan. En dan uiteindelijk omvalt. Dan gaan ze hem door. Dus hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Uiteindelijk zie je mij en Eerste een horecagelegenheid binnenwandelen. En de hond wordt geweigerd. Ja, dus heel veel nog gebeurt. Ik keer om en ik ga weg. Ja. En wat het met je doet is dat je voelt je onbegrepen. Want je kan geen contact maken met iemand. Ik kan al geen oogcontact maken. Dus je staat al 1-0 achter. Ja. Die persoon wil niet naar je luisteren, naar je uitleg. En je mag niet meedoen. Je komt eigenlijk voor iets leuks. Of naar de film. Je verheugt je op iets leuks. Je wil uit eten, je wil een drankje doen. En je mag niet naar binnen, je mag niet meedoen. Ja. Je voelt uitgesloten, buitengesloten. Ja. Je mag gewoon niet meedoen. En dat is dan zo'n bewustwordingsactie. Dat wanneer mensen dat zien. Het is natuurlijk een beetje grappig, zo'n filmpje. Maar het wordt op zo'n manier gebracht. Van dat het je wel aanspreekt van. Hey, wacht even, we moeten even stilstaan en hierover nadenken. Ja. Want dat hoort natuurlijk niet. Nee, je pakt niet iemand zijn rolstoel af als die. Het is bizar. De supermarkt in wil. Dus je pakt ook niet mijn geleidehond af. Nee, en dat gebeurt inderdaad omdat het al een huisdier is. En de huisdieren zijn niet toegestaan. En dat mensen gebeurt zoveel. Ze zien een hond en niet een hulpmiddel. En als je naar Nederland kijkt, en dat vergelijkt met Frankrijk bijvoorbeeld. In Frankrijk, als je daar met een geleidehond een pretpark ingaat, Disney, je krijgt overal voorrang. Je krijgt een speciale behandeling, wil ik niet noemen. Maar dat. Je hoeft niet in de rij te staan. Je hoeft niet, ik ben samen met een vriendin en een vriend van mij zijn we naar de Eiffeltoren gegaan. En we kwamen met de geleidehond. En we mochten gelijk de rij voorbij. We mochten gelijk apart naar boven. En je krijgt wel. Je wordt extra geholpen. Yeah. En daar kunnen we, denk ik, in Nederland nog het gaat om die extra hulp, die helpende hand. Compassie. Compassie, begrip, dus de bewustwording, zodat mensen dat begrip ook kunnen geven. Om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken. Ja. Zodat wij ook op onze eigen manier mee kunnen doen. We zijn niet anders. Nee. Hey, wat zou jij mensen willen meegeven? Op dit gebied? Oh, er zijn zoveel dingen. Heb je even? Je hebt nog een 10 seconden. Het gaat hem niet worden. Dat is zo'n waslijst. Nee. Wat zou ik mensen mee willen geven? Kijk niet op je telefoonscherm wanneer je over straat loopt. Maar kijk om je heen. Yeah. Je hoeft niet per definitie iemand proactief te hulp te schieten. Maar even aan de kant stappen. Of niet in de weg staan. Of waar zet je je fiets neer. Of... geef een helpende hand op wat voor manier dan ook. Wees je bewust van dat er ook mensen zijn die op een andere manier hun dingen moeten doen. Omdat dat nou eenmaal zo is.
doe een stapje naar voren. Kom ze daarin tegemoet. Ja, oké. Okay. Super duidelijk verhaal. En we zijn nog niet klaar met jou, Pauline. Nee. wat is er allemaal in de Week van de Toegankelijkheid allemaal te doen? En ik vind het eigenlijk een gekke naam, want je zou het gewoon een hele jaar van toegankelijkheid moeten hebben. Het zou iedere dag de dag van de toegankelijkheid moeten zijn. En daar willen we natuurlijk naartoe. Ja. Maar wat is er allemaal, wat is er in die week allemaal te doen? Landelijk worden er overal evenementen georganiseerd. Je kan naar de website van iedereen toe gaan en daar staat een hele agenda. Stichting Drempeloos, waar ik dan van ben en ook als adviseur toegankelijkheid voor Queer Haarlem, organiseren hier in het Lavender op zondag 13 oktober van 2:30 is de inloop een brown paper sessie, waar we niet alleen over toegankelijkheid, dus niet alleen over die drempel op straat, maar toegankelijkheid, inclusie en diversiteit een sessie gaan organiseren waar iedereen mag vertellen wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat zijn wensen, wat zijn ideeën. Die gaan we verzamelen en bundelen. En die gaan we dan 2 weken later aan de wethouder aanbieden, zodat die ook weet wat leeft er op dit moment in Haarlem. Mm-hmm. Het zou een beetje dom zijn als ze daar geen rekening mee houdt. Mooi, mooi. Ja. Mooi, duidelijk. En ik denk dat we moeten afronden. We gaan afronden. Ik kan nog uren doorpraten. Ja, ik kom graag ook nog een keer terug. Ja, je bent altijd welkom. Want één keer in de maand, elke eerste dinsdag van de maand gaan wij onze Queer Vibes Radio houden. En natuurlijk ben je van harte welkom om nog een keer je verhaal te komen doen. Dieper op je verhaal in te gaan. Want het is een interessant iets. Het is een onderwerp wat altijd nog aangesneden moet blijven worden. Want we zijn er nog lang niet. Ja. Nog lang niet. Nee. Dank jullie wel. Dank je wel dat je er bent. Jij ook. Hartstikke bedankt. Ik ga jou even begeleiden, want er liggen kabels op de grond. Ja. We gaan naar onze volgende gast. Ja, terwijl jij Pauline vriendelijk begeleidt, leid ik de volgende gast in. Even kijken waar ze is. Nathalie, ben jij daar ergens? Al met een lekker biertje in de hand. Nathalie, kom er gezellig bij. En we doen even een kleine changement. Zal ik even die stoelen voor jou bij pakken, Nath? Hoppa. Heb je hem? Yes. Nathalie, welkom. Nathalie, jij, heel veel mensen kennen jou binnen Horeca Haarlem. Ik ken je met mij heel veel andere mensen, hoor. Heel erg bescheiden. Naat, je mag even wat meer naar voren. Waar zouden mensen jou van kunnen kennen, Naat? Van welke... In de horeca Haarlem. Van welke cafés bedoel je? Ja, maar van welke cafés? Het laatste café waar ik werkte was In den Koffer. Nou, ik weet niet of daar heel veel mensen dat kennen. Maar ik heb bij Jeltes gewerkt heel lang. Kunstenaarscafé. Bij de Crackers even gewerkt. Bij de Florijn gewerkt. Je hebt aardig wat ik heb aardig. Maar. Ja, nu. Nu ga ik mijn eigen kroeg beginnen. Oh, ja, en Nathalie. En dat wordt gefeliciteerd. De Antibar. Vertel, wat houdt dat in? Ja, het klinkt heftig waarschijnlijk. Ja. Het is niet zo heftig bedoeld. Het is helemaal niet... De anti komt eigenlijk alleen maar uit het feit dat ik door al zo lang in de kroeg te werken denk, het is allemaal hetzelfde en het wordt allemaal zo... Het is een beetje gesapig allemaal. Nou, dat kan je niet zeggen. Lavender is net open en het is nog even ietsjes anders. Nee, daarom. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat ik denk, lekker, weet je wel. Dat er eindelijk ook weer wat anders is. Ja, want dat was er heel lang niet, hè? Het is nu dat... Sinds een paar jaar is het allemaal in mijn beleving een beetje hetzelfde geworden, inderdaad. Ja. Dat ik denk, een beetje... En wat ga jij aanbieden als antibar? Waarom antibar? Antibar eigenlijk gewoon echt om een groep mensen bij elkaar te krijgen die net even anders durft te denken of net even anders eruit willen zien zonder daar dus op aangesproken te worden. Dat je jezelf mag zijn, dat je
zonder vooroordelen ergens mag zijn. Nu is Lavender zegt hetzelfde, hè? Ja. Je mag hier jezelf zijn. Ja. Je hoeft je niet anders te voelen. Wat wordt het verschil dan tussen Lavender en de Antibar? Nou, ik denk misschien is het grootste verschil dat Lavender natuurlijk zich meer als queer echt uitspreekt, zeg maar. Wij zeggen gewoon, iedereen is welkom, weet je. En dat is hier natuurlijk ook, hè. Hier is ook iedereen welkom. Ja, maar begrijp me niet verkeerd, maar... Nee, maar wij gaan er iets meer op de iets alternatievere... Ja, oké, daar gaan we meer naartoe, inderdaad. Nee, snap ik. Ik snap wat je bedoelt. Dus een beetje de wat alternatievere muziek. Alternatieve mensen, misschien de alternatievere kunst. En hoe? Ja? Ja, nee, ja, vraag. Ja, wil je dan je doelgroep gaan bereiken? Nou, die doelgroep hebben we al eigenlijk best wel goed bereikt, want we hebben het via crowdfunding gedaan. Ja, dat wilde ik even weten, want het is heel snel gegaan. Heel want snel. Ik heb jou gesproken, volgens mij een jaar geleden was het al een beetje aan het borrelen, dat idee. Ja. En toen op de een of andere manier, binnen een maand tijd of zo, was het twee maanden, ik weet niet hoe snel, maar het ging heel snel. Eigenlijk in 5 weken tijd hebben we ons doel bereikt met het bedrag wat wij moesten binnenhalen. En binnen 5 weken hebben wij dat gerealiseerd. Met bizar, dat is geweldig. Mensen die snel. Dus heel erg graag een bar willen die net even anders is. Dus die crowd hebben we eigenlijk al. En die hebben geïnvesteerd in ons. Dus die gaan komen. En die, tenminste, ga ik vanuit. Dat ze gaan komen. Ik hoor net dat ik daar ook welkom ben. Mijn slogan is al 17 jaar. Miss Fuchsia, net even anders. Ja. Dus jij roept dat nu. Nee, maar kijk, het is, ik pretendeer helemaal niet van ik ga iets beginnen wat helemaal niet bestaat. Maar als we gaan kijken naar het uitgaansleven in Haarlem. Ja. Is het toch allemaal wel een klein beetje hetzelfde. Ja, nou, ik vind het ook geweldig. En daar gaat een beetje het anti-ding. Komt dus niet over, we zijn tegen alles. Want eigenlijk zijn we voor heel veel dingen. Maar het anti is dat we gewoon een beetje tegendraads willen zijn. Ja. En weet je wel, een beetje voor vrijdenkende mensen willen zijn. En daar gaat het een beetje om. Ik denk ook wel dat we met de komst van en Lavender en de Antibar... Maar dat er dus heel erg een vraag is naar anders denken en anders. Ja. Dus we willen gewoon meer vrijheid ik binnen Haarlem. Ik denk dat we inderdaad in een nieuwe tijd zijn beland. Ja. Best wel. Je merkt het ook. Je merkt het in de muziek. Je merkt het in hoe mensen eruit zien de laatste tijd. Dat er weer meer ruimte komt om dus echt jezelf te mogen zijn. Ja. Weet je, ik denk dat heel belangrijk is op dit moment. Haarlem was gewoon heel erg verstoft. En waar komt de Antibar? De Antibar komt in de Zeilstraat. Ja. En daar zit nu de Louis Chenna, Lobster Shack. Ja. Het is een restaurant. En wij gaan ook, wij worden een café waar je ook een hapje kan eten. Mm-hmm. Maar waar ook ruimte is voor debat. En waar ook ruimte is om misschien wat exposities te houden. Mm-hmm. Het moet een breed aanbod worden van... Maar dan wel heel erg voor de mensen die zich niet overal helemaal thuis voelen. Geweldig. En wanneer is de grote opening? Nou, dat weet ik nog niet. Want... Oh. Is nee, dat we nog krijgen... wel in 2024? Ja. Nee, dat hoop ik. Ik hoop eind november dat we dan open kunnen gaan. Eind november. Waar ligt dat aan? Waar ligt dat aan? Nou, dat ligt aan hoe lang wij nodig hebben om te verbouwen en... Hoeveel tegenslagen we hebben. Zorg dat je op tijd je vergunning aanvraagt. Dat is heel belangrijk. Vergunning aanvragen. Nou, daar zijn we allemaal mee bezig. En er is nog een week waar we dat duidelijk hebben naartoe sturen. We hebben nog 1 week inderdaad voor de crowdfund. Dus mochten mensen nog mee willen doen, dan kan dat zeker. Oké, hoe kunnen mensen de crowdfunding vinden? Dat is als afsluiting? Op crowdaboutnow/de Antibar.
crowdabout.nl/theantibar. Yes. Mensen gaan naar crowdabout.nl/theantibar en doneer. Doneer vooral. En niet alleen doneren, kom ook als de opening is naar de Antibar. Ja. Nee, gaan we Natalie, het laten weten wanneer die open gaat. Hartstikke fijn dat je er bij was. Graag gedaan. Misschien kunnen we in november daar nog even een melding van maken dat je open gaat. Als je dan weet wanneer dat is. Ja. Super fijn om het verhaal aan te horen. Nee, dankjewel. Het was misschien niet een heel duidelijk verhaal. Dat I don't know. Hartstikke maar, duidelijk. Het was heel duidelijk. Je hebt daar gisteren gebeld. Ja, ik heb je last minute gebeld. Even heel snel gewoon iets bedenken. Hey, maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt het hartstikke goed gedaan. En degene die het ook geweldig doet. We gaan weer naar onze live muziek. We gaan weer naar Sop. En 45 Asset Babies. Lieverd, jij mag weer helemaal losgaan. Nou, dan gaan we weer. Ik wilde vragen bij deze, als jullie willen praten, doe het alsjeblieft zachtjes. Want ik vind deze spannend om te performen. Oh, dames en heren, mag ik de aandacht voor 45 Asset Babies. Ah, meer niet te veel chaos maken. Oh, kijk, daar gaan we al. Born anew in a hacker's journey into a mall. Functioning system, I'm in sync with all what's circling around here. Who am I? I seem bound to float forward and shoot everything that crosses my way. Oh, it seems I'll be stuck at this level for some time. While I evaporate, my progress gets undone. I see them as I fade. The hearts I haven't won, I move in retrograde. But all is said and done, I'm post-mixed lemonade. Cyberspace filled with zeros and ones, specially meant for single player. Look at me, I was manufactured to be the one to crack the code to win the game. But all I want is spiraling to the end. With you, while I evaporate, my bitrate gets undone. Let's cross the Milky Way and stare into the sun. We've got this game to play, so please hit continue. Prachtig nummer. Sop, wat een mooi nummer. Wil je hier nog wat over zeggen? Want het was een speciaal nummer voor jou, hè, Sop? Ja, dit liedje gaat heel erg over je niet op je plek voelen op de plek waar je bent. Ja. En community zoeken om samen het spelletje uit te spelen, zeg maar. Het is een
gamey liedje van een PlayStation spelletje. Heb ik het op gebaseerd. En het gaat dus over connectie vinden. En dan spiraling to the end. In a happy way. Dat. Wauw, en dat je dat hier mag spelen bij Lavender. Waar ja. Dit is waar wij ook voor staan. Dank super je wel. Toepasselijk. Dank je wel. Dat was geweldig. Dank je wel. Prachtig. We gaan door. Onze volgende gast is aangeschoven. Ja. Dames en heren. Chris Belloni. Ja. Belloni. We zeiden het goed, hè? Zeiden we het goed? Belloni. Belloni. Ja. Oké. Okay. Zijn we bijna goed. Even kijken. Chris, jij komt hier praten over een filmworkshop, hè? We hebben net al een beetje gekeken. Oké, neem ons mee. Wie ben jij en wat doe jij precies? Nou, ik ben Chris Belloni. Ik doe het International Queer and Migrant Film Festival in Amsterdam. Mm-hmm. En hier in Lavender doen wij een DIY film programming workshop. Dus DIY is do it yourself. Yes. En dit is denk ik de vierde keer dat we hier waren. En we zijn met een groepje van 6-7 mensen. Kijken we naar queer film. En we sluiten de reeks af met een zelfgecureerd programma. Wat de deelnemers kunnen presenteren in de bioscoop. En kunnen mensen zichzelf hiervoor aanmelden om zo'n workshop te doen? Of hoe werkt dat? Nou, het was toevallig de laatste sessie vandaag. Oh, jammer. Dus we zijn 4 keer bij elkaar gekomen. En we hebben dus korte films bekeken. Die gaan over queer en migrant. Dat zijn queer stories in de relatie tot migranten en vluchtelingen. Mm-hmm. En we eindigen de reeks met een publieks presentatie in Lab 111. Dat is wel in Amsterdam. Dat is op, wanneer is dat, ja? Op zondag 8 december. En dus de deelnemers die zelf nu dus als filmprogrammeur zijn opgeleid, die gaan dan zelf het programma presenteren. Dus even voor mij. Oh, sorry. Wil jij een Wux? Nou, ik wil even benieuwd. Hoeveel films hebben jullie bekeken? Ik heb zo'n beetje huiswerk gegeven. Ja. En ze hadden vandaag 20 films moeten kijken. In hoeveel tijd? Dus dat telkens 4 weken tussen de sessies in. Het is niet in een week of zo. Maar ik geloof dat degene die de meeste films had gekeken, die had er 5 gekeken. Ah, oké. Okay. Dus maar goed, we hebben met elkaar dus die films besproken. En de eerste sessie met elkaar hebben we ook gesproken over de male gaze, de female gaze en de queer gaze. Dus mm-hmm. hoe je naar film kunt kijken. Dus we gingen een beetje beoordelen van, is het nou gemaakt door een mannelijke maker of een vrouwelijke gaze zit erin? Of de queer gaze? Neem mij eens mee in zo'n proces. Oké, hoe kan ik zien of het vanuit een mannelijke gaze is geschreven of een vrouwelijke gaze of een queer gaze? Hoe zie ik dat? Nou, heel simpel gezegd is de male gaze is er echt op gericht op uiterlijke kenmerken. Dus er wordt bijvoorbeeld ingezoomd of borst op billen. Hmm. Zo'n beetje plat. Cliché en plat. En de female gaze is meer de connectie tussen twee mensen. Dus als iemand iets zegt, dan zie je ook de reactie van de andere persoon erop. Oh, ja. En de queer gaze is eigenlijk een vervolg op de female gaze. Maar dan is het meer playful. Dus meer met een twist of een beetje funny of zelfspot zit erin. Oké. En die deelnemers dan, even voor mijn beeldvorming, is dan bij Lab, bepalen zij dan wat het programma wordt? Ja, dus dit waren deelnemers in Haarlem die zich gewoon hebben kunnen aanmelden. Ja. En met elkaar hebben we dus, ik denk in totaal misschien 50 films bekeken. En die hebben met elkaar besproken. En dat is dus best wel lastig om dan een mooi programma te cureren waarbij alle films ook mooi op elkaar aansluiten. Mm-hmm. Dus een film over ballroom en daarna een film over vluchtelingen, dat kan heel goed gaan. Yeah. Maar dat kan ook een beetje voor de kijker lastig zijn. Dus we hebben met elkaar geprobeerd om een programma samen te stellen wat mooi op elkaar aansluit. Een soort van lijntje of zo. Waar een mooie lijn in zit, waar de verhalen goed op elkaar kleuren. En dat gaan ze dus op 8 december presenteren in Lab 111. Lab 111. Okay. En hoeveel films gaan ze dan, kan je dan daar zien? Het programma bestaat nu uit 6 films. 6 films. Het is ongeveer 80 minuten in totaal. Het zijn 6 korte films. Het zijn 6 korte films. Ja, geen 6 films van 2,5 uur. Ja, het is een soort marathon. Het heet ook de Short Queer Film Program. Oké. Okay. Ja. En dat is iets jaarlijks, iets wat elk jaar terugkomt? Is het de eerste keer? Of? Nee, we zijn dit jaar begonnen. Dus sinds Lavender er is, zijn we ermee begonnen. Ga ik gelijk inhaken. Je bent begonnen omdat Lavender er is, maar het is in Amsterdam te zien. Why? Ja, wij zijn een filmfestival uit Amsterdam. Dus wij worden eigenlijk... Ja, maar je bent begonnen met Lavender, Haarlem. Ja, nee, het filmfestival bestaat al jaren. We zijn het filmfestival in 2015 begonnen. Ja. Maar deze DIY filmmaking film program is op dat... Ja, het is echt een addition, een toevoeging tot het programma.
En we wilden ook iets leuks in Haarlem doen. En ook voor de mensen in Haarlem. En toen Lavender kwam. Ja. En met deze vraag kwam, toen dachten we, ja, dat gaan we doen. Is toch hartstikke leuk. Is er nog een kans dat zelfde programma ook nog ergens in Haarlem wordt tentoonstellingen gesteld wordt? Ja, als er weer een Queer Haarlem Festival komt. Dat we natuurlijk allemaal hopen voor volgend jaar. Wat afgelopen september was. Dat was geweldig. Ja, was fantastisch. Dan gaan we dat ook daar doen. Maar in het voorjaar van 2025, dat is wel heel ver weg. Gaan we weer zo'nzelfde reeks doen. Dus dan gaan we in maart en april. Kunnen weer jongeren uit Haarlem kunnen zich inschrijven erop. Leuk. En die kunnen dan een programma samenstellen voor het festival in september. Oké. Okay. En hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven? Door een, ik denk door een mailtje te sturen naar Lavender. Of een DM'tje naar Instagram. Regelen. Gaan we regelen. En jij wilde nog zelf wat over een workshop vertellen? Ja, want we doen ook nog een ander heel leuk project. Dat heet Pitch Perfect. En in Pitch Perfect doen we ook een workshop reeks. Waarin we dus artivism gaan vertellen wat artivism is. Leg het misfunctie eens uit. Ja, waar denk je aan? Van het Hollandse, van het lekkere platte Nederlands. Ja. Al die Engelse termen tegenwoordig. Ik word er helemaal kriegel van. Het is iets met art. Artivism. Als jij zegt van wat jij net zei, hoe noemde je dat? Artivism. Nee, daarvoor zei je een andere Engelse naam. Ja, toen DIY. Toen moest ik gelijk aan die tv-serie kijken. Denken. Die meidengroep. Oh ja. Linda Roze. Welke bedoel jij? De artivism is eigenlijk de samenvoeging van art en activism. Ja, oké, die dus snap ik. Door middel van kunstuitingen kun je ook een activisme doen. Ja. En in het project Pitch Perfect gaan we met... Pitch Perfect, die bedoel ik, dat is een film. Dat zijn twee films. Nee, dus ik zat gelijk te denken, dat zijn mensen die gaan optreden. Pitch Perfect is gewoon alleen maar de naam van het project. De naam van het project. Ja, daarin gaan we met jongeren uit Haarlem, scholieren. Ja. Daarin gaan we werken dus aan hun artivism campagne. Ja. Dus we gaan met onze trainer Anthony... gaan we aan artivisme doen. En de jongeren kunnen door middel van een postercampagne... hun mening laten horen. Dus die jongeren kiezen een thema uit wat zij belangrijk vinden... en daar maken zij art over. Precies. Okay. Het idee is dus inderdaad dat ze dat gaan doen... in de aanloop naar Paarse Vrijdag. Mm-hmm. Dat is volgens mij de tweede vrijdag van december. Oh ja. Dus we gaan... Dit moet jij weten, Paarse Vrijdag. Nou, dat wou ik zeggen. Kan je even uit. Dus bij mij is het elke vrijdag paars. Maar kan je even uitleggen voor de luisteraars... wat is Paarse Vrijdag? Paarse Vrijdag is een fenomeen wat uit Amerika is overgewaaid... waarin mensen naar school gaan en iets paars aantrekken... om zich solidair te laten tonen met LHBT-klasgenoten. Dus dat kunnen of scholieren zijn of docenten... Okay. die iets paars aandoen om te laten zien van... hey, je bent oké, en we support you. En het idee met die artivism workshop... is dat we dus met Haarlemse scholieren gaan werken aan een campagne... die zij op Paarse Vrijdag in hun scholen gaan laten zien. Dus de posters ophangen of vertellen aan klasgenoten. Misschien een podcast. Maar dat valt dus onder het project Pitch Perfect. En waarom juist de jongeren? Waarom juist de jongeren moeten... Vind jij dat de jongeren dit soort thema's zelf... Ik denk omdat jongeren... soms in een kwetsbare positie zitten... waar ze ook wel steun van elkaar nodig kunnen hebben. En zeker op het moment dat je in een klas zit... is het denk ik heel fijn als jouw medescholieren... maar ook je mededocenten... op die ene dag in het jaar... en het zou eigenlijk iedere dag in het jaar moeten zijn. Dat moet elke dag zijn. Maar gelukkig is er één dag waarin LHBT centraal staat... en waarin scholieren zich gesteund kunnen voelen door klasgenoten. En natuurlijk zijn er gay straight alliances... en zijn er heel veel scholen op heel veel manieren mee bezig aan LHBT... zichtbaarheid en emancipatie voor scholieren. Maar ik denk dat deze ene dag heel belangrijk is. En wij geven die scholieren net even een steuntje in de rug... om dus aan hun artivism-campagne te werken. Ik denk dat we even het wel compleet moeten maken. Het is LBTG... Klopt. GT... LHBT... Oh, ik breek altijd mijn nek erover. Maar plus. De hele gemeenschap. De hele spectrum. De plus het alfabet. Ja, queer. Daarom houden we het queer. Queer Vibes Radio. Ja, Queer Vibes Radio. Even reclame weer. Oké, wat een mooie... mooi initiatief. Project. Yeah. Ja, super. Yeah. Dus tweede, wat zijn vrijdag van december? Tweede vrijdag van december, Pitch Perfect in de Haarlemse scholen. In alle Haarlemse scholen? Doen alle scholen daaraan mee?
Nee, de inschrijving is nog steeds open. En er hebben wel een aantal scholen hebben zich nu ingeschreven. Maar in principe kunnen er nog steeds jongeren zich aanmelden door een berichtje te sturen aan Lavender. Dus de Instagram van Lavender is denk ik het handigste. Ja. Als je mee wilt doen, stuur een berichtje en dan komt het bij ons terecht. En dan kun je aan je eigen Artivism campagne werken. Het initiatief komt dus vanuit de leerlingen zelf en niet vanuit de school, begrijp ik hieruit. Dus alle leerlingen die zeggen van wij willen hier aan meedoen, schrijf een bericht naar Lavender en zeg ik wil daaraan meewerken. Precies, ja. Helemaal leuk, ja. Geweldig. Ja. Had ik gewild als ik toen ik jonger was. Nee, maar ik dus ook. Ja, oprecht. Ja. Oprecht dat er zoiets was. Maar ja, nu hebben we volgende generatie. Klein, misschien kan je op een andere manier je nog daarvoor inzetten. Op hetgene wat jij gemist hebt op de scholen. Ga langs. Ga in gesprek daar. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat kunnen we gewoon doen. Ja. Als we mee mogen, hebben we heel veel te doen na deze twee uur. De inschrijving is open, ook voor jullie. Inschrijving is open. Nou, helemaal mooi. Ik ga me zo inschrijven. Top. Chris, dankjewel. Dankjewel dat je hier bent. Ja. En mooi gesproken heb over Pitch Perfect en over Lab 101. Dankjewel. En we gaan door naar muziek van jou weer. 45 Acid Babies. Hebben jullie zin in een harde of een lieve? Waar hebben we zin in, jongens? Dat is een hele nare vraag, dit. Wil je een harde of een zachte? Een harde of een zachte? Nou, doe mij maar een... Hard. Ik denk dat we voor hard gaan. Let's go. Take it away. Ryan, a sexy shape-shifting alien on a stripper pole. Sophistication wrapped in shiny ripping papers like a crispy homemade egg roll. Monkey ties his ice cream in a basket, feeling restless, gotta slow a bit down. Useless conversation cause frustration while vapor Jesus looks upon us all. Or does he now? Can you follow up with me? Cause I'm tired of trying myself. Could you keep your slate as clean as possible so we still have those tickets to hell? I took her trousers to Berlin sometime and dined romantically with them. Sure, it was new. Monkey ties his ice cream in a basket, feeling restless, gotta slow a bit down. Monkey ties his ice cream in a basket, feeling restless, gotta slow a bit down, 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 down. Will you follow up with me? Cause I'm tired of trying myself. Could you keep your slate as clean as possible so we still have those tickets to hell? Will you follow up with me? Cause I'm tired of doing it myself. Could you keep your slate as clean as possible so we still have those tickets to hell? Cause I'm tired of doing it myself. Could you keep your slate as clean as possible? Give it up, laat je horen.
Ik ga eens even het publiek in. En ik ga eens even vragen bij de mensen in het publiek. Wat zij van de uitzending tot nu toe vinden. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. En ik ben ook heel erg benieuwd wie zij nou wel graag nog volgende maand zouden zien. Ja. Willen in het programma. Nou, Grent, heb jij nog vragen die ik moet gaan stellen? Nee, ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vonden. En ja, succes. Want we zijn er nog niet, hebben we nog meer gasten. Take it away. Take ja, ik ga, ik ga, ik ga. En ik ga hier gewoon gelijk naar de eerste toe. Hi. Hi! Hoe heet je? Merlin. Merlin, you speak English? Nederlands. Oh, gelukkig, want mijn Engels is very goed. Ja, nee, ja, dat is echt pitch perfect. Wat vind je tot nu toe van de uitzending? Nou, ik ben er nog maar voor de helft bij. Maar ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk fan van 45 Acid Babies. Woo! Wat is er goed, wat is er goed. En ik ben heel erg blij met de komst van Lavender. Ik was verbaasd dat er een queerplek eindelijk was in Haarlem. En het is mijn eerste keer hier. Dus... Het is eerste, maar niet de laatste. Nee, zeker niet. Helemaal goed. Perfect. Welkom, mocht jij nog een leuk idee hebben voor volgende maand, voor het programma, laat het ons weten. Nou, mag ik brutaal zijn? Tuurlijk. Nou, nodig mij uit. Oké, en waar gaan we het dan over hebben? Ik zit in een queer postpunk band. Dus ik maak hele harde, contrasterende muziek met de boodschap tegen toxic masculinity. En volgens mij past dat precies op die stoel. Oké, okay, oh, je wil gaan praten en niet spelen. Dit is gewoon een hele... Maar kletsen, ja, maar nee, maar dan moet ik namelijk anders haar in doen waar de dop uit kunnen. Maar nee, kletsen, helemaal goed. We gaan je op de lijst zetten, hartstikke leuk. Ik ga eens even kijken. Pitch. Dit vind ik heel tof, dat hij gewoon hier binnenkomt lopen en even pitcht dat hij hier mag zitten. Dat is toch prachtig? Blijf even tot na de uitzending en we gaan alles even noteren. En we gaan zorgen dat jij de volgende maand in echt zit. Heel tof. Heb ik nog tijd, ik ga ben aan kijken om nog iemand anders aan te spreken. Ja, ja. Ik ga eens even verder. Ik zie daar een collega even van jou. Kijken. Naar oh, ik zie daar een vriendin. Ze is incognito, maar ze rent heel hard weg. Achter de bar. Het is allemaal live en je bent ook gewoon op tv, lieverd. Mag ik een dabbelend applaus voor Arnie Hockel? Goedemiddag. Hi, schat. Wat leuk dat je erbij bent. Wat vind je er tot nu toe van? Nou, de bar is goed, ja. Oké, okay. Nou, ik wou je uitnodigen voor de volgende show, maar dat slaan we dan maar over. Nee, maar het is de allereerste keer dat ik hier met Klein dit presenteer. Ik vind het leuk, allemaal mensen die gezellig een borrel komen doen hier. En jij ook. Heb jij nog wat leuks toe te voegen voor de volgende maand? Nou, een feestje, misschien dat is een leuk feestje. Jij gaat een feest organiseren, wil je daar volgende maand over komen vertellen? Eerste dinsdag van elke maand gaan wij Queer Vibe Radio doen. Jij wil graag er ook bij zijn. Nou, Klein, het loopt gewoon vol, het programma. Het loopt we hoeven er niks vol voor te doen. Iedereen komt zich aanmelden. En het is ook goed voor betaald, toch of niet? Annie, laten we daar even later over praten. Je krijgt gratis reclame voor jouw feest. Hoe heet het feest? Club Fucked. Club Fucked. En daar komen we later op terug. Volgende maand komen we daarop terug. Hartstikke leuk. Ik zit even ondertussen te kijken Klein wanneer de volgende is. Dat is de eerste dinsdag van november is op 5 november. Mensen, jullie kunnen hier gewoon bij zijn. Hè. Wees erbij bij Lavender. Het is hartstikke gezellig. Bars open. En ja, jullie hebben het gehoord. Ik ben hier met Miss Fuchsia dit 2 uur lang aan elkaar aan het lullen. En waarschijnlijk zit deze meneer daar. En mevrouw Annie Alcohol. Alleen daar moeten we nog even in gesprek over hoeveel. En, één wodkaatje en dan is het ook klaar hoor. Met, dat is allemaal helemaal makkelijk. Arnie is niet zo heel moeilijk. En ja, dat was het. We zijn al bijna af. We hebben nog één gast, toch? We hebben nog één gast. En die mag hier naartoe komen. Die mag aanschuiven. Lieve Jade. Jade. Kom binnen, kom erbij. De laatste gast van de eerste aflevering van Queer Vibes Radio. Kom er gezellig bij. Hi Jade. Dag, hi, welkom. Dag, wat leuk Jade dat je aanschuift. Jade, stel je... Jade, je mag even lekker dichtbij. Die stoel zit ook ver, denk ik. Dat was net ook al. We gaan beginnen. Ja, wat zijn je pronouns? She, her, zij, haar. Oké. Okay. Is het Engels? Moeten we het in Engels of in... Nee, Nederlands is prima. Kan gewoon in Nederlands. Heel gelukkig. Nou, daar ben ik heel blij om. Ben je blij mee, hè? Miss Fuchsia. Je kan het ook in het Engels doen, als je wil. Ja, ja, mijn Engels is verder goed. Ja. Jade, welkom. Wat leuk dat je aanschuift. Vertel eens, wie ben je? Ja, ik ben Jade. Ik ben 25. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Ik ben nu hier gezellig op bezoek in Haarlem. In mijn persoonlijke leven studeer ik nog social work en daarnaast doe ik DJ'en.
Hartstikke goede DJ's. Wat voor muziek maak je? Hangt er vanaf. Ik kom echt van een hip-hop achtergrond. Ik ben opgevoed door mijn vader. Die maakte soulmuziek. Dus dat is eigenlijk mijn echte background. Daarna ben ik zelf hip-hop gaan maken. En tegenwoordig doe ik voor alles elektronisch. Heel veel techno. En Jade, wij kennen elkaar al. Het is niet dat we elkaar voor het eerst hebben. Echt waar? Maar ik heb jou leren kennen als Gideon. Mm-hmm. En kan je mij even meenemen in dat proces van Gideon naar Jade? En neem me mee. Ja, lastig om je mee te nemen. Het is natuurlijk, voor mij is het een hele lange journey geweest. Een hele lange ontwikkeling. Want ja, ik ben zelf dus trans. Ik identificeer me als vrouw. Dat heb ik eigenlijk niet. Ik zou niet zeggen dat ik het heel lang heb geweten. Maar achteraf, nu ik terug kan kijken naar mijn leven, naar hoe het was, kan ik heel veel signalen zien van echt toen ik heel jong was, waarvan ik nu zeker weet van, weet je, dit had er gewoon mee te maken dat ik trans was. Wat waren die signalen? Wat voor signalen had je op jonge leeftijd dat je dacht, Ja, kijk, als ik nu terugkijk als kind, denk je er niet heel veel over na. Maar als ik nu bijvoorbeeld terugdenk aan dat ik 6 was en met een vriendinnetje boven op zolder haar rokjes aan het passen was, dan denk ik van, dat is misschien wel een teken dat ik niet helemaal comfortabel was met de gender waar ik in geboren was. Mm-hmm. Of dingen zoals dat ik als kind best wel terughoudend kon zijn en niet super sociaal was. En vroeger dacht ik gewoon dat mijn personaliteit was. Maar dat kwam gewoon omdat ik met zoveel conflict in mijn hoofd zat. Yeah. Waar ik op die leeftijd nog niet mee kon dealen. En nu wel. Ja. En neem eens mee in je kopie. Wat waren die conflicten? Ja, bijvoorbeeld toen ik jong was. Ik ben altijd heel oplettend geweest en heel bewust geweest van mijn omgeving. En ik kon heel goed gevoelens aanvoelen van andere mensen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan familieleden of andere mensen op school. En je wilt je niet anders voelen. Dus je gaat heel snel mee in wat mensen normaal vinden. Totdat je op een leeftijd komt waarop je begint na te denken over wat normaal nou eigenlijk echt is. Wie ken jij die normaal is? Ja. Jij bent niet normaal, ik ben niet normaal. We zijn allemaal niet normaal. Nou ja, ik wil het eigenlijk omdraaien. We zijn allemaal hartstikke normaal. Ja, zo kan je het ook zien. Waarom zouden wij niet normaal zijn? Nee, ik zie ons. Iedere individu is normaal. Met hoe hij of zij of hen is. Ik vind dat niet dat wij moeten zeggen we zijn anders of we zijn abnormaal. Nee, ik bedoel ook zeker niet zeg maar als wij, als in de queer gemeenschap. We zijn geen standaard. Nee, gelukkig niet. Dat bedoel ik niet. Ik heb het gewoon over het algemeen, zeg maar, de mensheid. De maatschappij probeert te bepalen wat normaal is en wat niet normaal is. Maar wees sociaal gewoon jezelf. Sociaal wenselijk. Ik moet even rectificeren, want ik zei gelukkig niet. Maar ik bedoel niet dat standaard mensen niet leuk zijn. Nee, ik vind het juist. Ik vind het fijn om anders zijn. Te zijn wie ik ben. Ja. En dat is een belangrijke boodschap. Met acceptatie te maken van jezelf. Met acceptatie wie je bent. En maar dat heeft heel lang geduurd voor Jade. Omdat ik ben heel erg benieuwd van, wat was het moment dat jij dacht, want Gideon is eigenlijk je dad name, hè? Zo noem je dat. Wat voor de oudere kijkers of luisteraars, wat is een dad name? Ja, een dad name is zeg maar je oude naam die je dus, die hebt gekregen toen je geboren werd. En als je dan eenmaal in sociale transitie gaat, dat je hier meer begint te leven als de gender, als hoe jij jezelf ervaart, dan komt dat meestal met een nieuwe naam. En ja, veel mensen noemen hun oude naam dan hun dad name. Want die persoon bestaat technisch gezien niet meer. Nee. Je bloeit op tot een nieuw persoon. En wat is jouw relatie met jouw dad name? Want per transpersoon is dat ook verschillend. Ja, voor mij, ik vind het niet per se een dad name. Ik ben nog steeds heel dankbaar tegenover de tijden die ik heb gehad. Zeg maar, met mijn vorige naam en met mijn vorige identiteit. Ik noem het zelf geen dad name, maar ik weet wel dat heel veel trans mensen dat wel zo ervaren. Ik kijk er gewoon heel positief op terug, want zonder al die tijden had ik nu niet kunnen zijn wie ik nu ben. En ik was er gewoon, toentertijd was ik nog niet klaar voor om te zijn wie ik nu ben. En wat was het moment dat je er wel klaar voor was? Dus je dacht, I'm gonna live by Jade? Ja, lastig om te zeggen. Ik denk, ik heb nu bijvoorbeeld al 5 jaar een relatie met mijn vriendin. Mm-hmm. En de eerste 2 jaar van mijn relatie
presenteerde ik mezelf nog als man, ging ik nog door het leven als man. En uiteindelijk, ja, ik heb deze gevoelens wel vanaf jongs af aan gehad. En er komt gewoon een moment dat het gewoon tot je doordringt van oké, ik kan dit niet meer in me houden. En toen ik in mijn relatie begon, had ik wel al verteld van hey, ik heb in het verleden struggles gehad met mijn genderidentiteit. Daar was ik gewoon heel open over. Maar op dat moment had ik door allerlei omstandigheden het gevoel van oké, ik ben daar een beetje vanaf. En na 2 jaar komt dat opeens terug. Hmm. En dat komt niet zacht terug. Dat komt gewoon echt als een volle snelheid trein op je af. Ja, yeah. Heel hard. En hoe voelt dat? Wat was gewoon een moment dat gebeurde dat op één dag? Of ja, was dat gewoon, ja, ik denk dat het gewoon heel langzaam opbouwt. Totdat je opeens beseft wat er gaande is. Dat je opeens voelt van oké, ik ervaar superveel stress. Ik weet niet wat er gaande is. En ja, er is gewoon een moment dat het kwartje gewoon valt. Mm. Ik kan het niet super goed omschrijven, maar je voelt het. Ja. Maar dat heb jij dan eerst voor jezelf, dat je dat punt hebt. Maar je zegt, ik ben al 5 jaar samen met mijn vriendin. Op een gegeven moment kom je dus ook op dat punt dat je dat haar moet gaan vertellen. Klopt. Dat lijkt mij best wel een hele moeilijke stap. Eerst heb je je eigen strijd gehad. Mm-hmm. En dan krijg je dat je dit vertelt. Ja, het was wel moeilijk, maar omdat ik dus zeg maar in het begin wel open over was geweest van dat ik wel gewoon een verleden had met struggles met mijn genderidentiteit. Okay. En omdat de relatie die ik met mijn vriendin heb wel echt gebaseerd is op wederzijds vertrouwen in elkaar, was het best wel, het was lastig om erover te beginnen. En daarna hebben we zeker ook een moeilijke tijd gehad, want je moet aan allerlei dingen wennen en de dynamiek in een relatie verandert totaal. Yeah. Als je partner opeens trans uitkomt als trans. Dus ja, het was wel lastig, maar ja, met liefde kom je er doorheen. Wauw, dit is zo'n bijzonder en mooi verhaal. Heel bijzonder mooi verhaal. En dat is waarom ik jou hier wilde hebben, omdat jij maar hartstikke bedankt dat je hier bent gekomen. En ook wil ik jou heel graag aan Laurien voorstellen, zodat je ooit misschien hier een keertje kan komen draaien. Ja, oh, dat lijkt me geweldig. Ja, dat willen we echt heel vaak. Ik zei, Annie Alcohol staat daar, die geeft die feesten. Misschien kan je daar een keer als DJ op een feest komen staan, Annie. Ja. Daar kan over gepraat worden, hartstikke leuk. Dankjewel Jade voor het delen van dit mooie en prachtige verhaal. Jullie en bedankt. Voor je openheid. En we moeten hem alweer afronden. Het is 2 uur is voorbij. Het is alweer helemaal voorbij. Het is alweer voorbij. En een laatste afsluiter vanuit jou. Mag dat? Gaan op? We nog één nummer doen? 45. Dat kan, ja. Dan wil ik eerst, denk ik, voordat we naar jou toe gaan, afsluiting, alle gasten vanavond bedanken die hartstikke hier aanwezig bedankt. Waren. Ja. Ik heb een onwijs leuke eerste uitzending gehad. Klein, dankjewel. Jij ook, Miss Fuchsia. Ja. Ja, ik ga weer rustig op mijn kruk zitten, want ik glij weg van het uitzicht hier. Maar we gaan deze geweldige Queervire Radio afsluiten met nog één keer een geweldig nummer van 45 Acid Babies. Thank you. Thanks. Dan ga ik nog een vraag terugstellen. Oh. Zal ik de nieuwe single nog een keer doen? Of een lieve? Maar natuurlijk. De nieuwe single. De nieuwe single. Yes. Nieuwe single willen. Zijn nog niet klaar met de blauwe brieven? Oké, okay, nee. Let's go. Oh baby, would you look at me stoked again? I keep finding blue love letters on my mat. Quite confused by the way of expressing love. Blue, blue stacks keep piling up. Blue, blue stacks keep piling up. Puzzled, they don't care if it's a hustle. They love to play hard to get. They want whatever you just get. That why you nearly get by. Could I give a fuck about your rent? I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. Hello, no one is available to
terribly sorry, we just couldn't get a hold of any of our crushes today. Try the office sometimes later, Monday till Friday tight. Don't worry, we'll still watch you at night. Okay, bye. Blue, blue, stack, stacks, keep piling up. Blue, blue, stack, stacks, keep piling up. I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. I would like to go to the grocery store. I would like to buy some tools to move my mailbox to the back door. Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 10:00.